Over het politiebureau in Westland en daarmee in de Post-Naaldwijk kan ik gewoon één ding heel duidelijk naar iedereen toe zeggen. Op basis van de krant: sluiting is niet aan de orde. Er is geen besluit van de politieorganisatie, maar ook niet van de gezamenlijke burgemeesters in het district of van mijzelf, wat zegt dat er sprake is van sluiting. Kijk, wat er aan de hand is, en dat zegt het artikel in de, in de krant ook: dat gaat over werkdruk van medewerkers. Die begrijp ik, die zorg heb ik ook, omdat de nationale politie momenteel volop een reorganisatie heeft. En dat komt terecht bij onze wijkagenten. En sommige wijkagenten hebben de mogelijkheid om elders een betere positie te verkrijgen, dus er ontstaan wat vacatures. Ja, die vacatures kunnen ook weer worden ingevuld, maar die hele reorganisatie die leidt tot extra werkdruk bij mensen die niet onder de bepaalde regelingen vallen. Dus die zorg begrijp ik wel, maar er spraken dat het politiebureau in Naaldwijk van ons Westland en ook voor wat betreft Midden-Delfland niet wordt gesloten. En Als ik u goed begreep, had het blauw op straat komt er zelfs aan te goede in de komende tijd, want er is een extra mannetje beschikbaar. Ja, dat klopt. Hè. We werken momenteel samen in het district Westland, Delft. Daar behoort ook Midden-Delfland en Rijswijk onder. Daar zit iedere nacht één mannetje die als het ware de signalen van een, uh, van een centraal uh, meldkamer doorgeeft aan de posten of in Westland of in Rijswijk of in Delft. Nou, dan kun je het ook beter oplossen als je vacatures hebt, als je die drie mannetjes in één uh, mannetje het werk laat doen, zodat je twee andere mannetjes vrij speelt om gewoon s'nachts te surveilleren, dus politie op straat. En verder is het nog zo dat mocht er een, een sluiting aan de orde zijn, daar zou u in geen enkele zin mee akkoord gaan. Hè? U bent daar heel heel hard in. Klopt? Een sluiting sta ik niet toe.